Dit is die infamous, hij lijkt groot, maar dat is die niet. Bao Feng, met 10 watt output. Ik heb het nog niet gemeten, maar hij geeft definitely, hoe zeg je dat? Hij geeft beslist meer vermogen, een stuk meer dan de 4 watt die uit de andere Bao Fengs komt. Dus er zal toch wel zeker iets van 7 of 8 watt uitkomen, op zijn minst. Maar waarschijnlijk haalt hij die 10 watt ook wel. Hij is vrij traditioneel. Redelijk basic. Display is hetzelfde als de UV5R. En lijkt daar in grote lijnen ook op. De modulatie die lijkt redelijk op die van de UV6R. Is vrij goed. Niet echt super sterk, maar wel sterk genoeg. Ja, het rare is, er zitten 2 vermogenstanden op. Niet meer dan dat. En de laagste daarvan is 5 watt. De 10 watt Bao Feng. En hij staat op laag vermogen. Dus de camera zal niet plat gaan als ik hem indruk. Dat is XTW, hè? En dan komt de koolgever van de kamper die gekoppeld is. Tenminste, meestal gebeurt dat. Nou, nu dus niet. Maar ja, de zaklamp zit erin zoals bij de meeste. De mooie zaklamp, hè? Niet het ledje wat je bij de UV5R hebt. Maar de UV6 heeft ook echt een reflectortje erin zitten. En dat zit hier ook in. Bijzonder fel. Echt heel goed. En wat met name het display vind ik minder. Dat is bij de UV6R is dat beter. Nu, het is ongeveer zoals de UV5R. Maar de toetsen die zijn echt geweldig fijn. Die zijn groot en doen het goed. Ja, ik ben er niet ontevreden over voor het lage bedrag wat die kostte. En het extra zendvermogen op een externe antenne, want je moet het natuurlijk niet op de duck gebruiken, vind ik. Zeker op 70 niet. Maar het extra zendvermogen is, als je in de auto zit, op een auto-antenne zeker grappig dat hij dat heeft. En het ding is ultra plat. Echt, niet eens zo gek aankoop. Het was een beetje een impuls aankoop. Ik was super nieuwsgierig wat het was. Het enige wat in de advertentie stond, er een OLED-display in. Nou ja, dat valt dus tegen. Dat is echt maar goed wat ik ervan verwacht. Ik geloof dat ik €32 betaalde, inclusief verzenden. En ja, nou ja, dan is het wel een grappige aankoop. Voor gebruik op mijn repeater hier thuis is het minder, want ik gebruik dan meestal het allerlaagste vermogen van het apparaat. Deze kan dus niet lager dan 5 watt, dus het is echt een ding om mee te nemen. Maar goed, grappig in ieder geval. De 10 watt Bao Feng. En ik weet zo snel de code niet. Er zijn zulke kleine letters dat ik dat niet kan lezen. Misschien krijg ik het in beeld. Ja. Er is ook een lange aanduiding van, maar beide aanduidingen van dit apparaat zijn ook van andere Bao Feng uitgegeven. Dus als je deze bestelt, dan moet je toch echt wel een plaatje erbij hebben om de goede te krijgen, denk ik, hè? Die andere is veel meer voorkomend. Dit is een beetje een wat minder courante type. Maar nogmaals, het is niet gek. Het is een heel bruikbaar apparaat, zeker voor het geld wat die kost. Je verwacht er geen wonderen van, maar je kunt er wel kopen. Het is in ieder geval geen miskopen.